Goedendag en welkom bij DFT Ondernemen. Het merendeel van de Nederlandse bedrijven riskeert een tonnenboete omdat zij niet voorbereid zijn op de nieuwe wet meldplicht datalekken. Die gaat per 1 januari in, dus bedrijven moeten hun databeheer snel op orde krijgen. Maar hoe doen ze dat? De gast is advocaat Olaf van Haperen. Olaf, welkom. Wat houdt die wet precies in die vanaf 1 januari ingaat? Die wet houdt in, heel kort, als jij een datalek hebt, en dat is een heel breed begrip, dan moet je bij de toezichthouder gaan melden. En voor wie geldt die wet? Die wet geldt eigenlijk voor iedereen. Dus zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven, maar ook zorginstellingen, scholen. Niemand ontkomt eraan. En heb je een termijn dat je het moet melden? 72 uur. Dus binnen 3 dagen moet jij gemeld hebben bij die autoriteit? Ja, dat is heel pittig. Oké, en als je dat gemeld hebt, wat gebeurt er dan? Dan ben je er vanaf? Nee, want je moet namelijk melden dat je het lek hebt. Ja. Je moet melden hoe het is kunnen gebeuren en wat je eraan hebt gedaan om het lek te voorkomen en om de schade te beperken. En als zij vinden dat je niet genoeg je best hebt gedaan, dan kan je een boete krijgen. Dat klopt. En hoe hoog kan die boete zijn? Nou, bij opzet of ernstige nalatigheid kun je maximaal 820.000 euro boete krijgen. Maar Olaf, krijgt een kleine webshophouder, krijgt hij dan ook zulke boetes als er een lek is? Nee, weet je, het is een maximum boete. Alleen het gevaar voor zo'n kleine webshop zit ook niet zozeer meteen in die boete. Want die wet kent 2 meldplichten. Namelijk 1 bij de toezichthouder. Ja. Maar die ander, de tweede meldplicht, die dwingt jou om het ook te melden aan je klanten. Al je klanten. Als het potentieel ernstige gevolgen heeft, nou, ga dan maar een callcenter inschakelen of doe iets. Maar je krijgt van de wet dan de verplichting om al jouw klanten te informeren. Ja, dat gaat een hele hoop geld kosten. Nou ja, ik denk niet dat er nog iemand iets bij je koopt. Nee, want je hele handel komt stil te liggen. Ja. Ja. Oké, wat kan je nou als ondernemer doen om te voorkomen dat het zover komt? Het begint allemaal met bewustzijn. Je moet je realiseren welke data je hebt. Je moet begrijpen dat als iemand bij jou uit dienst gaat en je zijn telefoon niet wist, dat hij met al zijn contactpersonen naar buiten loopt. Maar die zijn van jou als werkgever. Ja. Dus het begint bij bewustzijn en pas dan kun je potentiële lekken dichten. Dus je moet een heel strak beleid hanteren in je bedrijf. Gewoon een heel strak beleid. Dus meteen alle gegevens elke keer weer veranderen. Maar ja, er kan eens een keer iets fout gaan. Dan kan je natuurlijk ook zeggen als ondernemer van misschien kan ik me daar tegen verzekeren. Ja, nou dat kan. Maar goed, ook die verzekeraar zal eisen stellen. Hè? Die zal ook zeggen dat je je wachtwoorden niet op straat moet gooien. Die zal zeggen je moet wel je wachtwoorden op tijd vervangen. Hè? Je moet begrijpen wat er gebeurt als iemand uit dienst gaat. Dus bewustzijn, weet welke data je hebt. En als het gebeurt, heb een draaiboek klaar liggen wat je moet doen om te melden. Ja, oké. Vanaf 1 januari gaat die nieuwe wet in. Zitten er nou honderden mensen klaar om meteen boetes uit te gaan delen, denk je? Ja, die toezichthouder zegt niet hoeveel mensen ze klaar hebben zitten. Wat ze wel zeggen is dat ze tienduizenden meldingen verwachten. Tienduizenden meldingen, ja, daar kan je dus ook wel aannemen dat ze niet alles kunnen gaan vervolgen. Nee, maar je wil niet de eerste zijn. Je wilt niet het voorbeeld zijn, nee. Oké, Olaf, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen in DFT Ondernemen, een ondernemer met een wel heel aparte bezigheid, free running. Elk bedrijf kan meer met energie. Daarom hebben bij Eneco alle MKB-klanten een vast contactpersoon. Om te kijken of er bijvoorbeeld wat te besparen valt, draaien we graag een dagje mee. Dat is misschien even wennen, maar daar worden we allemaal wijzer van. Benieuwd wat een vast contactpersoon uw bedrijf oplevert? Kijk op eneco.nl/mkb. Welkom terug. Ondernemer Reggie Laatsch die geeft les in free running. Bij deze sport is het de bedoeling om zo sierlijk mogelijk van het ene obstakel naar het andere te springen. Dat ziet er spectaculair uit. Ik was eerst bezig met als elektricien en merkte al gauw dat ik het niet leuk vond om te doen. Ik ging een sportopleiding doen en met die sportopleiding heb ik dus een bedrijf opgezet. In de eerste 2-3 jaar heb ik het vrijwillig gedaan. Maar daarna dacht ik van ja, laat ik het gewoon proberen, laat ik er een werk van maken. Nu is het mijn fulltime job, ik leef er volledig van. Het gaafste wat ik ooit gedaan heb. Er wordt toch gauw een sprong van een dak naar een dak waar een diepte onder zit. Waarvan mensen denken dat als je die sprong zou doen in het echt, dat dan je leven kost. Tot zover DFT Ondernemen. Meer nieuws en video's van DFT op dft.nl. Graag tot de volgende keer. Dag.